Helemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag gaan we het hebben over mijn AliExpress haul. Ik vind AliExpress een geweldige webshop. Je kan er ongelooflijk veel dingen vinden. Van huis, tuin, keukenspullen tot oorbellen, maquillage, babyspullen. Noem het op. AliExpress heeft het. En ik dus wel, en niet iedereen is het erover eens dat AliExpress goede dingen heeft. Of ja, elk zal er wel zijn eigen mening over hebben. En veelal zijn mensen bang over de ingrediënten die ze zouden gebruiken. Maar ik denk, ja, die Chinezen gaan dat ook wel op hun gezicht smeren. En dan denk ik van, ja, dan kan ik het ook wel een keer proberen. En dus gaan we het er vandaag over hebben. En dus ga ik jullie een aantal beautyproducten tonen. En ja, zoals ik al zei, ik durf het wel. En ik heb dan ook een aantal producten besteld. En als eerste is het deze Cat Line Tint Shapes of Eye Makeup. En dat zijn dus twee katten. En je zou ze, hoe je ze draait en keert, kan je ze gebruiken om als eyeliner guide te gebruiken. Deze zou je dus helpen om de juiste eyeliner te kunnen tekenen. En dat was iets van 80 cent of zo. Dus ja, dit. Een tweede is deze You Can Be. Dat is dit. En dat is een potje met zwarte glitter in. Het potje ziet er zo uit. En de glitter kan je al een beetje door het glaasje zien. Maar is dus zo. En dat is dus al glitter die in een soort van gel zit. En deze zou eye safe moeten zijn. En we gaan dan een keer zo op de hand testen. Ja, zwarte glitter. Dat ziet er zo uit. De make-up look die ik vandaag heb is ook met producten die ik hier zal vernoemen. Niet allemaal, maar de meeste wel. En ik ga ze dan wel, eens we aan het product gekomen zijn, dan ga ik wel wat verdere uitleg geven. Ik kocht ook dit Color School oogschaduwpalet. En dat is de Hold Life Color Focus Charm Show Eyeshadow. En dit zijn de kleuren. Ik volg op YouTube Dina. En zij reviewt regelmatig AliExpress producten. En ik volg ook Anwin, een Engelstalige YouTuber ook. En zij doet niet anders dan AliExpress hauls, AliExpress producten reviewen en zo. En zij heeft deze aangeraden. En er zitten daar dus 6 matte oogschaduwen in en 6 mega glanzende oogschaduwen. En deze zijn een hele, hele rare textuur. Het is geen crème, al zou je denken van wel. En ja, ze zijn heel goed gepigmenteerd. En het is zo'n beetje, als je er te hard op duwt, is het zo lekker een beetje van die putty, plasticine-achtige ding. Er gaat daar zo lekker een putje in. Dus het is misschien toch wel iets meer crème-achtig. Ook de matte kleuren zijn heel goed gepigmenteerd. Ik vind het een heel leuk paletje om te gebruiken in feite. Dus deze Color School Hold Life palet. En ik dacht dat ze er daar, hadden ze er 4 verschillende van. Dan had ik nog een oogschaduwpalet. Het Beauty Glazed Pressed Powder Eyeshadow Palet. Dat is deze. En daarin zitten 9 kleuren. Het paletje heeft geen spiegeltje. Dit zijn de kleuren. Het zijn eerder zo'n beetje herfstkleuren. Een beetje winterse kleuren. Maar ook hier weer een hele goede pigmentatie. En ik heb dat paletje eigenlijk al een paar keer gebruikt in feite. Dus dat hier is de pigmentatie. En ik zou dat nu niet echt grijs noemen. Voor mij heeft dat zo'n beetje een groenige ondertoon. Oh, het is een mooie kleur en dat is het belangrijkste uiteraard. Nog een palet die ik jullie zal tonen is er nog eentje van Beauty Glazed. Beauty Glazed en dat is het Strelitzia palet. Dat is deze. Ziet er zo uit en hij heeft dit kleuren, gamma kleuren palet in feite. Dat is dit. Over het algemeen dus neutrale kleuren. De eerste 2 rijen en dan een rijtje met felle kleuren. En ook hier weer zijn die kleuren heel goed gepigmenteerd. Ziet er zo uit. En
Ja, dit is de pigmentatie. In mijn arcadeboog draag ik de kleur Beached en dat is deze. En dat heb ik eigenlijk in mijn arcadeboog aangebracht. En dit paletje is ook een heel fijn paletje. Ik heb er nog eentje van Beauty Glazed en dat is een highlight en contour palet. Ziet er zo uit. Ik denk dat deze zo'n beetje geïnspireerd is op Kylie Cosmetics, want de binnenkant is zo. En het is een blush, een bronzer en twee highlighters. En dit zijn de kleuren. En vat ook een hele grote spiegel. Dat is altijd wel handig, vind ik. Dus dit Beauty Glazed paletje is ook heel, heel leuk. Dan heb ik nog dit Pressed Power Eyeshadow. Ik dacht dat het Pressed Powder Eyeshadow moest zijn, maar nee. Het is Pressed Power Eyeshadow en deze ziet er zo uit. Ik had die vroeger eigenlijk al een keer gekocht. En die was heel, heel goed, maar ik of mijn dochter heeft hem laten vallen. En die was in de poedertjes waren eigenlijk overal een beetje rondgevallen. En kocht ik hem dus opnieuw. En dat is het Flossy Sunflower Pressed Power Palette. Dat is deze met deze kleuren. En ook hier weer matte en glanzende kleuren. En ook hier weer heel goed gepigmenteerd in feite. Dit zijn de kleuren. Dus heel goed gepigmenteerd. Nog een oogschaduwpaletje is het Focalure of Focalure, ik weet niet hoe je het juist moet uitspreken. 18 Shades Full Function Palette Twilight Delimited Edition. Dat is deze. En deze ziet er zo uit. Ga ik hier omdraaien. Zo dus. En echt waar, die kleuren zijn zo, zo mooi. Kijk naar die glanzende kleuren. Dat is echt prachtig, vind ik. En ook hier weer zo'n hele rare textuur. Weer zo die plasticine-achtige textuur. Als je daar te hard in duwt, dan krijg je een putje in je oogschaduw. En deze breng je eigenlijk het best aan met zo'n sponsapplicator of met je vinger. Met je penseel komt daar niet zo heel veel pigment vanaf, maar met je vinger dus wel. En dat is dus het Twilight palet. Dat is deze. Ik heb dan nog één oogschaduwpalet en dat is het Focalure of Focalure Ever Changing Eyeshadow Palette. Dat is deze. Ziet er zo uit en de kleurtjes die daarin komen zijn dit. Ook een heel leuk palet. Heb ik ook al verschillende keren gebruikt. Ik vind hem heel, heel leuk. En er zit daar trouwens ook een penseel bij. Die eigenlijk bijna hetzelfde is als de penselen die bij de Anastasia paletten komen. En ik ga hier een keer in de oogschaduw gaan. Dat je het kan zien. Het is ook weer heel, heel mooi. Voilà. Dat waren de oogschaduwpaletten. En nu kunnen we overgaan naar enkele andere producten. En dat is een blush palet, het Love Flush palet. Long Lasting 16 Hour Blush Wardrobe. En kenners gaan weten dat dit een dupe is of een namaak van het Too Faced Love Flush palet. Dat is deze. Ik heb het Too Faced palet niet, omdat ik hem een beetje te duur vond eigenlijk. Of 35, of is het geen 50 euro. Ja, dat vond ik een beetje te duur. En dus heb ik deze aangeschaft. En de blush die ik aan heb vandaag, hier, is de kleur I Will Always Love You. Dat is dus de derde in de rij. En dat is deze kleur. En ja, de pigmentatie is goed. Blend makkelijk open. Ja, ik ben er eigenlijk wel heel tevreden van. Ja, ik vind hem echt wel heel, heel leuk. De hartjes vormen ze niet de meest praktische vormen om mijn blushpenseel in te zetten, maar bon, dan nemen we er dan maar bij. Dan heb ik nog deze Miss Rose Shimmer Highlighter. Ziet er zo uit. En ik heb al producten van Miss Rose in mijn verzameling. Die ik kocht in Brussel of zo in gewone winkeltjes in feite. En het is misschien ietsje overbelicht, maar hij ziet er gewoon eigenlijk wit uit in de pen. Maar hij heeft een hele licht gouden glans. Dat is zo. En het is ook wat ik aan heb als highlight vandaag en op mijn, onder mijn wenkbrauw en ook op Hans mijn bewegend ooglid. Deze is toegekomen met hier eigenlijk een stukje eruit.
Dat is wel jammer. Hij is ook redelijk poederig als je hem aanbrengt. Maar hij is wel heel mooi van finish eigenlijk. En dit is de Miss Rose Shimmer Highlighter in de kleur 08. Dan heb ik enkele lipproducten. Ja, enkele lipproducten. Dan heb ik deze Pop Feel Waterproof Long Lasting Lip Gloss in de kleur 01. En dat ziet er zo uit, gelijk een proefbuisje. En die kleur is ook heel, heel mooi. Ik heb deze nog niet gebruikt. Dat is zo'n beetje een neonroze. Op camera gaat het misschien niet zo fel overkomen, maar hij is echt wel heel mooi, deze. Dan heb ik nog een Velvet Matte Lipstick van het merk Says Lady. En in de kleur 05. En dat komt in zo'n gewone huls. Een gewone, simpele lipstick. En blijft eigenlijk wel heel lang. Het is zo'n, ja, My Lips But Better. Dat is een setje met drie lippotloden, jumbo lippotloden van Focalure. En er zitten daar drie kleuren in. Dus dit zijn ze. Ze komen er dus. Ze zien er zo uit. De kleuren vond ik wel heel leuk. Alhoewel dat deze nummer 18 een beetje veel te licht is voor mij. Dan heb je nummer 16, Del Rio. Deze is wel heel mooi van kleur. Dat is dit. Dat is iets wat ik meer zou dragen. En dan heb ik nog de kleur Studded Kiss. En dat is ook weer een hele, hele mooie kleur. En deze ziet er zo uit. Dat zijn ze dus alle drie. En Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Dat is dit. En dat zou zo'n glitter eyeshadow moeten zijn. Dat is de kleur. En je ziet, er zit daar glitter in. Maar dat is zo af en toe een glitterdeeltje. Op zich is dat niet lelijk. Deze Music Flower All Day Tattoo Tinted Eyebrow 24 Hour Long Lasting Tattoo Brow. Dat is dit, geïnspireerd op de Benefit Tattoo Brow. Brow Tattoo, ik weet niet hoe het juist heet. Ziet er ook zo uit. Dus ook het flesje is nagemaakt in feite. En ik heb het vandaag aan. Ik ben er eigenlijk wel tevreden van. Al was het eventjes wennen om te leren werken met dit borsteltje in feite. De kleur is misschien ietsje donkerder dan wat ik gewoon ben. Maar bon, ik kan het laten werken. Ik vind toch niet echt dat het stoort. Het is misschien gewoon een tintje donkerder. Maar ja, dit is het. En dan als laatste twee producten waar ik ongelooflijk lang heb op zitten wachten. Ik had zo getwijfeld eigenlijk om ze aan te schaffen. En dit zijn alle twee dupes van een Makeup Forever product. Het zijn de Eye Magic Professional Cosmetic Flash Color Cases. Dat is dit. Dat is, ja, crème product die daarin zit, ziet er zo uit. Dat is dus een dupe voor het Makeup Forever Flash Palette. En dan heb je deze ook, de lip variant. Dat is dit. En dat zijn dus crème oogschaduwen waar je dus van alles mee kan doen. Je kan je daar helemaal mee maquilleren. Je kan dat gebruiken als basis. Je kan daarmee grimeren. Je kan dat onderling mengen onder je foundation om je foundation een andere ondertoon te geven. Ja, dat is echt een multifunctioneel product. En ik heb ze al gebruikt, zoals je kan zien. Ik heb hier bij het blauw een dipje, bij het groen een dipje, bij het wit ook. Bij dit blauw ook, want ik heb ze eigenlijk al een keer als oogschaduwbasis gebruikt. En echt waar, dat laat de kleuren nog zoveel mooier uitkomen. Ze moeten gezet worden met een poeder, want anders blijft dat gewoon vet. Dus dat ziet er zo uit. Ze drogen iets wat semi-mat op, maar toch is het toch beter als je ze nog een keer met een poeder afpoedert in feite. En ik gebruik gewoon een poeder dan in dezelfde kleur als hetgene dat ik van onder gebruikt heb. En echt waar, ik had een prachtige ooglook gemaakt bij iemand. Ik heb het ook al bij mezelf gedaan. En ik was er heel tevreden mee. En dan ook dit palet, het lippalet. En voor degenen die altijd verontrust zijn over wat dat erin zit.
Het is minerale olie, er zit bijenwas in en de ingrediënten staan ook altijd op de achterkant. Maar met deze ben ik echt super, super, super tevreden en ik heb er geen irritaties door. Dus ja, dat is wel leuk. Ik heb ook al mijn foundation er een beetje donkerder mee gemaakt en dat was ook wel goed. Bo, dat was hier eigenlijk een heel lang filmpje. Dan hoop ik dat jullie daarvan genoten hebben. Graag duimpjes omhoog. Abonneren, meldingen inschakelen, je weet wel. De hele... Ruiten met uit. Dan hoop ik jullie volgende week terug te zien bij een nieuw filmpje. Doei!